Ja, vanaf dag 1 dat ik hier langs liep toen die groene mat er eindelijk in lag. En lopen we elke keer van, nou, het kan, laat het maar beginnen. Dus nee, het ziet er geweldig uit. En ik denk een heel groot compliment aan, aan de mensen van het Ondoud. Het is warm, Maurice. Ja. Ja, hè? Ja, zeker. Ja, wat betekent dit voor jouw voorbereiding? Nou, we houden er meestal wel rekening mee. Als het extreem warm is, zoals nu, dan trainen we meestal wat eerder op de dag. Dat is het eigenlijk gewoon. Ja, dat is het. En morgen trainen we wel wat later om ook de spelers ook weer dan weer wat meer te laten wennen. Maar morgen zal toch een kortere training zijn. Dus we wisselen dat een beetje af. Ja, hoe vind je het veld erbij liggen? Ja, super. Moet je kijken. Dat is wat je wil, hè? Ja, dat is al echt zo. Het begint al te kriebelen. Ja, vanaf dag 1 dat ik hier langs liep toen die groene mat er eindelijk in lag. En lopen we elke keer van, nou, het kan, laat het maar beginnen. Dus nee, het ziet er geweldig uit. En ik denk een heel groot compliment aan, aan de mensen van het Ondoud. Ja. Het wordt nu nat gemaakt inderdaad. En dan ga je morgen hier trainen volgens mij, hè? Ja, we gaan morgen heel kort trainen hier om, ja, om toch ook weer een beetje het gevoel met het gras te krijgen. Maar ik vind dat überhaupt lekker om een dag van tevoren in het stadion te trainen. Dus dat gaan we morgen ook doen. Ja, want ben je hier te weinig eigenlijk, vind je dan zelf? Nou, nee, maar het is wel prettig als je zeker één dag van tevoren, dan hoef je ook niet te reizen. We moeten constant naar Terbregge op en neer, maar dan zitten de spelers gewoon in de kleedkamer. Is allemaal wel wat makkelijker. Dus, en nogmaals, ja, je hebt dan toch weer meer het gevoel met het stadion richting de wedstrijd. Ja. Waarom wilde je deze week nog oefenen? Nou, dat was voornamelijk voor de nummers 12 tot 20 van afgelopen week. Die hebben in de voorbereiding veel doorgewisseld, maar die jongens hebben de laatste twee weken niet gespeeld. Dus je ziet, en dat heb je gezien aan de afgelopen wedstrijd tegen Heerenveen, hoe dicht het bij elkaar zit. Dus ik wil ook die jongens allemaal weer 90 minuten zien. Dus we hebben tegen ADO geoefend en... Nou, op één of twee na heeft iedereen 90 minuten gespeeld. Dus dat was eigenlijk super om weer te zien. Ja, ik denk dat je nu nat gaat worden, Maurice, denk ik. Voor mij gaat hij weer de andere kant op. Ja, maar dan gaat hij weer de andere kant op. Heel goed. Kunnen we gelijk verder, Michiel? Ja, hartstikke goed. Ja. Hoe is het gevoel nu? Ja, het gevoel is goed. We hebben een goede voorbereiding achter de rug. We hebben de groep helemaal compleet. Ik denk dat we een prima wedstrijd hebben gespeeld in Heerenveen. En de groep is. We hebben ook een prima wedstrijd gespeeld met de andere jongens tegen ADO. Dus ja, de groep is er klaar voor. We hebben geen blessures, iedereen is erbij. Dus de groep is er klaar voor om zondag tegen AZ te spelen. Ja, de jongens die tegen ADO speelden, hebben die jou aan het twijfelen gebracht? Wat betreft de wedstrijd van zondag? Nee, die brengen mij niet aan twijfelen op basis van één wedstrijd. Want ik weet wat de spelers kunnen. En dan hebben wij heel veel spelers die heel dicht bij elkaar zitten. En dan kan ik ook per wedstrijd kijken van nou, wat voor type aanvaller, wat voor type middenvelder, wat voor type verdediger heb ik nodig om het maximale eruit te halen. Die hebben het mij niet moeilijk gemaakt. Maar het is alleen een bevestiging dat ik weet dat zij daar allemaal heel dicht tegenaan zitten. Ja, kan je zeggen dat op misschien wel vrijwel elke positie het verschil heel klein is? Ja, is het ook. We hebben op elke positie een dubbele bezetting die bijna niks uitmaakt. Het is voor heel veel posities een dubbeltje op zijn kant. Neem bijvoorbeeld de middenveldposities. Als je ziet hoe die drie jongens die ingevallen zijn tegen Heerenveen, hoe die daar stonden. Ja, dan is het een dubbeltje op zijn kant. En dat heb ik de spelers ook uitgelegd. Want je moet ook spelers uitleg geven. En die zijn dan ook teleurgesteld. En dat mag ook. En dat snap ik ook. Maar je legt ze ook uit dat het echt een dubbeltje op zijn kant is. En dat het per wedstrijd zomaar eens de andere kant op kan vallen. Ja, is dat een luxe die jij wel eens eerder hebt meegemaakt als trainer eigenlijk? Jawel, die heb ik ook in mijn periode bij ADO wel eens meegemaakt. Maar dat werkt gewoon prettig. Want dan kun je zonder... Dat je er minder van wordt, kun je wisselen. Heb je AZ gezien? Ja. Tegen Dundee? Ja. Wat vond je ervan? Ja, goed. Prima gespeeld. Als je met 7-0 wint, terwijl je die week daarvoor met 1-0 verliest, dan doe je natuurlijk het uitstekend. Maar ook dat is geen verrassing. Een goede ploeg met veel mogelijkheden. Goede spelers achter de hand. Veel voetballend vermogen. Dus dat zal een behoorlijk zwaar potje worden zondag. Ja, zit je dan met een kladboekje thuis en noteer je dingen? Hoe werkt dat bij jou? Ja, nou ja, je bent wel aan het kijken met je assistenten. Vorige week zijn we ook naar de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles geweest. Daar neem je dingen uit mee. Nou, je neemt uit deze wedstrijd dingen mee. En dan ga je met elkaar s'avonds nog overleggen van, nou, hebben jullie hetzelfde gezien als ik? En dan kom je tot een plan voor zondag. Ja. Waar was jij het meest tevreden over na de wedstrijd tegen Heerenveen? Nou, over de veerkracht die we getoond hebben. Ik vind, we hebben daar laten zien waar we voor staan. Als je vanaf de eerste seconde Heerenveen eigenlijk in eigen huis, zeker de eerste helft volledig onder druk zet en dwingt tot heel veel fouten.
Dat is goed. Nou, dan hebben we een minuut of 10, 15 hebben we het in de tweede helft moeilijk gehad. Met name omdat een aantal jongens fysiek wat klachten kregen bij ons. Ja, dan hebben we gewisseld. Ja, en na de wissels heeft Heerenveen eigenlijk helemaal niks meer in de melk te brokkelen gehad. Het was alleen maar Sparta wat de klok sloeg. De laatste 20 minuten hebben we volledig op hun helft gespeeld. Wat overigens niet leidde tot heel veel grote kansen hoor. Dus het was niet zo dat we daar even makkelijk zouden winnen. Maar het feit dat we al zo ver zijn tegen een ploeg als Heerenveen, daar ben ik heel tevreden over. Ja. Hoe staat jouw ploeg er nu fysiek voor? Met deze hitte ook misschien wel? Nou ja, beter nu. Want we zijn weer 9 dagen verder. En het is, vind ik altijd heel lastig om in 6 weken tijd, waarin je ook heel veel spelers nog wisselt in die voorbereiding, om een ploeg helemaal topfit te krijgen. Dus het is nagenoeg topfit. Nou, er zijn ook een aantal spelers later aangesloten. Er hebben wat spelers minder gespeeld. Dus ja, je hebt altijd die eerste 3-4 weken in die voorbereiding toch wel, of in die competitie toch wel nodig om echt op 100% oorlogsterkte te komen. Maar dan is het ideaal dat je heel veel wisselmogelijkheden hebt. Ja, je zegt de ploeg is weer fitter. Ondanks de omstandigheden of overdrijven het dan gewoon een beetje met het weer? Nou ja, daar heeft volgens mij iedereen last van. Dus natuurlijk, het is zwaar als je moet trainen. Maar ja, we hebben deze week wel ook weer heel hard getraind om ze weer nog weerbaarder te maken. Dus de omstandigheden zijn zwaar, maar ja, voor mij betreft prima. Waar kijk je het meest naar uit zondag eigenlijk? Nou ja, gewoon naar de wedstrijd aan zich. Volgens mij is het stadion uitverkocht. Je speelt tegen een topploeg. We staan er zelf heel goed voor. Dus je bent ook benieuwd waar je dan staat tegenover zo'n tegenstander. Dus ik kijk gewoon altijd uit naar wedstrijden. En ik heb er in ieder geval en mijn ploeg ook heel veel zin in zondag. Ja, heb je nog eens gedacht aan jouw eerste wedstrijd hier op het kasteel tegen dezelfde tegenstander? Ja, daar wordt natuurlijk aan gememoreerd ook een keer. En dan natuurlijk met name hoe het eindigde. Nou krijg ik nu krijg je hem echt in je gezicht, hè? Ja, geef niet. Met name hoe het eindigde. Ja, dat is natuurlijk het droomscenario op dat moment. En dat heeft geleid tot een aantal hele mooie weken daarna. Maar dat is ook alweer verleden tijd, hè. Iedereen herinnert je eraan. Maar we gaan ook weer verder. We zijn weer met nieuwe dingen bezig, met nieuwe spelers. En het is het is een mooi stukje geschiedenis. Ja, maar het is wel het begin geweest van het goede gevoel waarin Sparta nu nog steeds zit. Ja, dat wel. Nee, absoluut. En dat probeer je zo lang mogelijk vol te houden. En daar is die wedstrijd aanleiding voor geweest. Hè. Toen heel veel gebeurd in die week. Nou, als je hem dan zo afsluit en na die wedstrijd 3 keer wint. Ja, dat is dan een opmars geweest voor iets moois. En het gevoel is nog steeds blijven hangen. Ja. Adil Ouzar, hoe gaat het met hem? Goed. Ja, die is helemaal fit. Die was ziek vorige week. Die had een keelontsteking en die is behandeld. En die gaat gewoon weer starten aanstaande zondag. Heel veel succes. Ja, dankjewel.